De zorgexperts geven aan dat de besmettingscijfers zullen blijven stijgen. Hieruit moeten wij helaas concluderen dat ook het aantal doden zal toenemen. Wij gaan hiermee naar een nieuwe fase. Ons aller eigen verantwoordelijkheid gaat nu een doorslaggevende rol spelen. We gaan de full lockdown versoepelen per zondag 21 juni. Vanuit overheidszijde zullen wij enkele maatregelen in place echter moeten houden om de besmettingen niet ineens te laten pieken. Bij elke maatregel zullen de algehele hygiënevoorzorgsmaatregelen blijven gelden. Dit betekent dat u de sociale afstand moet bewaren, frequent uw handen wast en mond- en neusbedekking draagt. De volgende maatregelen zullen gelden. Maatregel 1. De totale lockdown wordt opgeheven met ingang van zondag 21 juni vanaf 5 uur in de ochtend. Vanaf dit moment zal de beperking van bewegingsvrijheid weer gelden van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Maatregel 2. Bedrijven en organisaties kunnen wederom hun normale openingstijden aanhouden met inachtneming van de algemene COVID-19 hygiëne voorzorgsmaatregelen, zoals sociale afstanden, het frequent wassen van handen en het opdoen van een mond- en neusbedekking. Uiteraard rekening houden dat een ieder om 8 uur 's avonds weer thuis is. De volgende sectoren blijven gesloten voor het publiek, te weten: hotels, casino's, gebedshuizen, overdekte groente, fruit, vlees en vismarkten, bordelen, bars. Maatregel 3. Overdekte sportscholen blijven gesloten. Indien sportactiviteiten in de open lucht worden georganiseerd, zal men de algehele hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen. Contactsporten blijven verboden. Maatregel 4. Voor restaurants is de afhaal- en delivery service weer mogelijk. Maatregel 5. Bewoners van bejaarde- en kindertehuizen wordt toegestaan om bezoek te ontvangen, met dien verstande dat elke bewoner slechts één bezoeker per dag mag ontvangen. Maatregel 6. Binnenlandse vluchten van personen en goederen worden onder stringente richtlijnen toegestaan. De samenscholing blijft gesteld op maximaal 5 personen. Ondertussen zijn er nog Surinamers die gerepatrieerd moeten worden. Dit zal de komende periode onder dezelfde stringente maatregelen voortgaan. Opheffing van de totale lockdown betekent niet dat u zich vrij kan bewegen over 's lands grenzen. Al onze grenzen blijven gesloten. De operatie Drigidrisi Wakti Siki wordt gecontinueerd. De patrouilles op rivieren en bij controleposten te Stolkersijver, Redidotti, Steumer en Kraka worden versterkt met immigratieofficieren. Ik benadruk wederom dat het opbouwen van uw weerstand nu
het belangrijkste is. Zeker nu wij ons in de regentijd bevinden. Een periode waarbij velen van ons vatbaar zijn voor ziektes. Eet u voldoende groente en fruit. Drink u veel water. Zet uw ramen en deuren open en ventilatie, zodat er voldoende zon en luchtstroom in uw huis zit. We gaan de komende periode naar een transitie in het land. Niet alleen qua COVID-maatregelen, maar ook qua regering. Het overleg over de transitie vindt plaats. Laten wij ons in deze periode scharen achter één verbindend doel. Onze liefde voor Suriname. Aan alle vaders wens ik prettige Vaderdag toe.